Hallo mensen, welkom. Dit is Roby, die zit er even bij, die wil ook MacPixel zien. Die heeft het waarschijnlijk nog nooit gezien, of misschien op internet. Maar, ze hebben het gekocht. En we gaan kijken naar het intro, ook of ik de wereld ga redden. En Roby heeft vertrouwen in me, hoop ik. Oké, okay, people, let's go to work. Yeah, en we zijn eigenlijk chapter 3 en moeten we nog uitspelen. Dus we gaan gelijk door. We zien nog steeds Mario. En we pakken het derde blokje op. Het derde blokje zit onder Darth Vader. Weet je wel, die zo keihard hijgt. En we geven hem aan de politieagent. Ja, alsjeblieft, politieagent. Huppakee. En we hebben natuurlijk weer 7 kleine leveltjes, als ik het goed heb uit mijn hoofd. Ronde 3, Having a blast, lekker Nederlands. Having a blast. Save the day. 2, 4. We hebben 6 levels die we moeten oplossen. 6 puzzeltjes, zoals jullie weten in alle afleveringen hebben jullie gezien. En we hebben Jezus en we hebben een God, hoor ik net naast me. En die geven geld, want Jezus heeft geld nodig, God. En hij wil geen geld, hij accepteert het wel, maar gaat daardoor de bom niet ontploffen. Het bliksemt, waardoor... Blijft het... We hebben het gehaald. Yes! Oké, dat was hem. Heel cool. We gaan naar Satan inderdaad. We gaan naar de duivel. En hier staat hij. We gaan deze geven aan Satan. En Satan vindt dat lekker. Oh, hij verandert in mijn tweelingbroer. Ik wist het. Daardoor ontploft wel weer de wereld. En hebben wij de 2 punten verloren. Helaas. We gaan door naar dat huis. Dit huis hebben we eerder gezien. Want hier zit namelijk de burgemeester op het dak met een koe. En de koe heeft een dynamiet in zijn reet. Die probeer ik eruit te trekken. Waardoor de bom valt door het huis. En oké, het huis heeft niet helemaal ontploft. Dus ik denk dat er geïsoleerde kamer is waar het in ontplofte. Een hele blije walvis. Schattig. Oké, Pinocchio zit erin. Natuurlijk, Pinocchio zit in de walvis. Natuurlijk. En een kapitein Stoppel. En we geven deze, ik weet niet wat het is, maar die geven aan Stoppel. En hij geeft een vriendelijk bedankje. En wat gaat hij doen? Hij gaat met zijn buik dansen voor ons. Heel fijn om te zien ook, een piraat die buik danst. En hij is nog steeds aan het Harlem shaken, waardoor... Oh, die zout. We hebben het gehaald. Nee. Niet? Nee. Je moet die zout bij die mond doen. Van de walvis. Oké. Tuurlijk, Pinocchio. Hè? Pas gezien, moest ik weten. Deze sleutel geven aan deze cash ding. Waardoor ik... Gitaar. Het regent. Waardoor waarschijnlijk het vuur uitgaat. En wij de dag hebben gered. Eerste punt. Oh, we zitten in een ijsgrot. En een creeper. Natuurlijk. Wat is de creeper? Hij ontploft, maar ik wil eerst dit ontdekken. Ik ga ermee weg. Haha. Oké, ik geef het aan de creeper. Ik ben goed. Hij eet hem op, ook mijn hand gelijk. En ontploft hij? Hij ontploft. Natuurlijk ontploffen creepers bij alles wat je doet. We gaan terug naar Satan. We gaan het even overnieuw spelen. En Satan, hij wil misschien dit drankje in zijn pot hebben. We gaan het proberen. We vullen het helemaal erin. Deksel erop. Er komen 3 veeën. Powerpuff Girls, natuurlijk. En daardoor ontploft wel het hele level. Powerpuff Girls kunnen de wereld niet redden. We gaan het zoutvaatje pakken. En het zoutvaatje gaan wij bij... Ja, we kunnen niks doen. We kunnen hem aan Pinocchio geven. We kunnen het over hem heen strooien over Pinocchio. Lekker. Hij gaat niezen. En zijn hoofd... Ja, helaas. Ziet er wel heel schattig uit met die kring. Zielig. Zielig. Had er bezig maar niet moeten eten. Het is niet zielig, Robbie. We gaan een diamant. Ik ga gewoon eerst naar de creeper. Misschien wilt hij iets doen. Misschien. We gaan zo kijken. Roy zegt misschien zit er een geheim vakje als je het niet hebt gehoord. Ik ga eerst naar Satan toe. En ik ga gewoon eens kijken wat hij wilt. Hij wil niks. Hij spuwt vuur. Waardoor ik een verbrand gezicht heb. Ziet er wel beter uit dan eerst. Ik ben aan het spugen. Of het is kwel. Er zit een mooie dame naast me, dus dan heb je af en toe dat je moet kwijlen. Zit me niet te poken. Kijk, misschien moeten we gewoon die bom pakken. En tegen schoppen. Ja, want dan gaat die vast niet af. Nee, nou soms lukt het. Het is heel raar bij MacPixel. Ja, nee, glam. Even kijken, misschien is het een steen. Hier is verdacht. Op de grond zit iets. Misschien moet je zijn poot pakken. Holy shit. Waar is je? Wist ik niet. Ik heb heel vaak dat ik iets doe en denk van, holy shit. Raar spel inderdaad, maar wel leuk. MacPixel, MacVincent.
We gaan de pot gaan we openen. Wat zit erin? Heerlijk brouwseltje. En daar heeft geen... Dat was hem. Yeah. Als we nou deze halen, hebben we wel de bonusronde. Dus we gaan ervoor. Ik denk dat ik eerst naar deze man ga. Hij pakt me bij mijn... Wat een pak je me beet? Nou, dat gaat niet meer worden. Bonusronde maakt niet uit. We gaan nu eerst naar Pinocchio toe. Want dat hebben we nog niet gedaan los. We hebben alleen nog maar met dat zoutwaadje gekloond. We gaan naar Pinocchio. Ik ga gewoon eens aan zijn neus trekken. Oh. Wie is bij die tanden? Hij kijkt nou wel een stuk vrolijker, zeg maar. Ik vind het heel triest dat het, wat ermee gebeurt. Het zoutvaartje op de bom. Dat zou ook nog kunnen. Gooi niet het zoutvaartje op de bom. Ze deed het tegen schoppen. Ja, deed het schoppen, ja. Ik ga gewoon het zoutvaartje pakken. En die ga ik... Oh, op zijn lel. Ja, natuurlijk. Ja, dat was hem. Helaas. Stom zeg. Oh, simpel. Had wel gelijk. Ja, Robbie had wel gelijk. En we hebben de wereld gered in handen van mij. Robbie heeft een kleine bijdrage gegeven door mij te poken continu in deze aflevering. Mensen, tot de volgende keer. Want we gaan ook weer dan de dag redden. En dan komt het helemaal goed. Dus Robbie, dag. En iedereen, doei, tot de volgende keer. Doei, doei.